In België? Oei oei, politie. Daar hangt iemand aan een koord in een brancard. Politie komt urbexen. Als er nu flikken komen, geen geld krijgen wij. Beetje schommelen. Mijn hangmat gaat op die boom. Hier zitten wij gewoon op een kilometer hoogte. Kijk, hiepa! De tweede dag in Portugal. Goedemorgen. Ik heb vandaag lekker in de master bedroom geslapen. Daan heeft in de living moeten slapen, omdat er eigenlijk maar één bed is. Ja, Daan, goed geslapen? Hè? Nee? Ja, dat snap ik wel. Maar ja, kijk, het kan niet anders. Ik ga hier even nog naar mijn was kijken. Die heb ik gisteren opgehangen. Want gisteren heb ik natuurlijk mijn kleren in de toiletten gewassen. Zoals jullie hebben gezien. Maar alles is nog nat. Ja, en we moeten nu uit onze Airbnb. Want we moeten hier weg om 12 uur. Nee, 11 uur zelfs. Dus, een beetje genaaid. Maar ik ga nog rap een koffie drinken of zo. Eens kijken of er zelfs koffie is. Weet ik veel. Ah. Oh, dankjewel. Goed, voilà, dan kan ik lekker koffie maken. Goed, wij gaan daarna vertrekken, onze auto ophalen. Die hebben we voor 5 dagen gehuurd. En dan gaan we richting een heel mooi natuurpark hier in het noorden van Portugal. Wij hebben het weer geflikt. Zonder geldig rijbewijs hebben wij gewoon een Peugeot kunnen regelen. Een Peugeot 308. Echt waar, we hebben een extra verzekering moeten nemen. Extra kosten moeten doen, omdat ik niet ouder ben dan 25 jaar. En omdat ik nog niet 1 jaar mijn rijbewijs heb. Dus eigenlijk kregen we geen auto mee. Maar omdat wij zo lief met puppyoogjes in hun ogen keken en omdat wij extra betaald hebben, hebben wij deze waggie meegekregen. Check dit. Als er nu flikken komen, geen geld krijgen wij. In principe hebben we Omnium verzekering, dus we kunnen die helemaal kapot rijden. We kunnen heel die fucking tent gaan afbreken hier. Wij gaan nu vertrekken richting een fucking mooi natuurpark. En ik zou zeggen, let's go! Making them dance, but you ain't no shooter. Talk all that shit for your mama computer. Turn on the TV, it's fully cooly. Y'all bitch, I know watch, but she gave me the nookie. You smoking on Reggie, I'm smoking on Cookie. The lob on my sand, Javinci my hoodie. Be sure that he may and I mean she go. She busted open, little shorty a pro. She spin around and she give me the thug on my dick. Die heeft niet door dat hij vast zit. Hij blijft maar rijden. Zit zo op zijn gsm. Oké, ik denk echt dat daar een auto gaat ontploffen of zo. Ene is daar fucked up aan het roken, joh. Ah, oh, man. Adem. Oh ja, ziet je dat, joh? What the fuck, joh? Oude Mercedes daar. Oh, man. Dit is echt niet normaal. Ik zie gewoon niks. Zo mistig. Hier gaat hij weer stilstaan. Kijk. Juppata! Allee, wat een gast. En ze bieden ze hem terug achter ons. Ja. Wat een gast, man. Natuurlijk gaan we in Portugal ook verlaten gebouwen bezoeken. En momenteel staan we in een domein van een verlaten sanatorium. Hier zien we een klein huisje. Daarachter staat nog een huisje. En hier voor ons is het sanatorium. Zelfs gaan we langs voor het bekijken. Het is echt heel vet voor de mensen die Sanatorium de Basiel kennen in België. Oei, oei, politie. Hey, maat. Geen zever, daar is security, daar is security. Ja, 100% geen zever. Boeit niet, die komen gewoon even checken. Politie komt urbexen. Hier een altaar in het midden van het gebouw. Allemaal kaarsen. Allemaal glazen potten waar kaarsen hebben ingestoken. Hey, check wat hier staat. Allemaal auto's staan hier. Brandweerauto's. Ja, ik hoor stemmen. Oei. Daar hangt iemand aan een koord in een brancard. Kijk, wat een vet gebouw ook. Echt, juist deze dag zijn ze hier een oefening aan het doen. Ja. En er rijdt juist zo een auto weg. Ik weet niet, dan van security. Er ligt gewoon iemand in een brancard die met een touw van het dak naar een derde verdieping of zo gaat. Oh, kijk hoe schuin. Die gaat echt plat liggen. Ah nee, die gaat terug naar binnen. Een beetje buiten adem. Ik ga een beetje eten, een beetje drinken en een beetje schommelen. Dit is die schommel. Kijk hoe vet. Met dit uitzicht. Beetje schommelen. Zeker. Moet ik uitschuiven? Ik bedoel, halve reddingsteam van Portus. Ja. Ja, echt waar. Volledige EHBO. Een ziekteverzekeringskaart is wel niet in orde. Die is vervallen sinds 2015 of zo, maar boeien. Darmproblemen. Hoppa, maat. Hoppa. Spider-Man. Yo, guys. Daan, waar zijn je alweer? Huh? Ah, hey. Wij zijn aangekomen op een super mooie spot met een riviertje. En wij gaan hier een plek zoeken om vanavond te overnachten. In onze hangmat, in onze slaapzak. Het gaat 1 uur of 2 uur echt stormregenen. Dus we kunnen wel in de auto gewoon chillen die 2 uur lang. Maar we moeten echt nu wel op zoek naar een spot om vanavond onze hangmat en zo op te hangen. Ik denk dat we onze slaapplek hebben gevonden. Kijk eens hoe mooi het hier is. Een klein riviertje dat hier stroomt naar de grote rivier. Net heb je hier een slang gezien. Ik was net te laat met filmen. Een kleine adder, dus die zitten hier wel. En ik ga het jullie laten zien. Wow. Iets verder, hier hebben wij 3 perfecte bomen om onze hangmatten aan vast te hangen. Even naar daar lopen. We hebben daar een boom.
Mijn hangmat gaat tot die boom en Daan's hangmat gaat van die boom tot die boom. Dan zitten we in een soort van driehoek. En deze ondergrond zijn allemaal stenen, dus het is iets makkelijker om hier een vuurtje te maken. En veiliger. Dus, en veiliger. Man. Wij hebben het nu toch eens echt nooit geluk, hè. Wij hadden alles geïnstalleerd en het begon te regenen. Nu zitten we letterlijk hier aan een snackbar onder een afdakje op een stoel te schuilen. En we waren net aan het denken, ja, what the fuck gaan we nu doen? Dus we hebben nu op Airbnb gekeken. We hebben een hotelkamer, een hostelkamer geboekt. Met twee bedden, een uurtje rijden van hier, daar gaan we nu naartoe. Maar het was zo vet geweest als we hier in die mooie natuur langs die rivier konden overnachten. Kijk waar de fuck wij nu zitten. Op een of ander terras. Wat de heck, man. We zitten echt in the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Ja. Maar kijk, het is zo. We kunnen er niks aan doen. Wij gaan nu richting onze Airbnb. Dit is niet normaal. Wij rijden richting onze Airbnb. En we gaan echt tot de top van een berg. Hier zitten wij gewoon op een kilometer hoogte. 1200 meter. 1200 meter. Check de skyline, mannen. De GPS stuurt mij hier door de bergen om geen tolwegen te hebben. Achter in de verte is Porto en we staan... Het is zo insane vet. Na 2 uur rijden door de bergen. Gelukkig dat we deze auto hebben en niet mijn Fiat Punto of zo, want dan raakte ik nooit door die bergen. Die was al lang ontploft. Die was al lang ontploft, exact. Wij zijn aangekomen aan onze Airbnb. Hier heb ik mij geparkeerd. En we gaan nu de spullen nemen. Heel chill Airbnb, ziet er goed uit. We zijn net de sleutel gaan halen. Holy shit, we zijn er geraakt. Echt spanning dat er door mij heen ging. Ik heb nog maar 8 maanden mijn rijbewijs en die laten mij in een stationwagen door de bergen rijden. Smalle straatjes. Ik moest echt bergen oprijden, niet normaal. Haarspelbochten, alles. Het was echt insane gewoon. Ik ga hier lekker mijn kattenvoer opeten. Smakelijk, hier heb ik zo hard naar uitgekeken. Ik lig in mijn bedje. Hey. Chill bedje, nog een stapelbedje. We hebben gewoon een klein kamertje, daar is de badkamer. Ik ga nu slapen. Tala.